Die kleine wie is het belangrijkste dan? Heb je dat al aan het vragen? Ja, het is goed hier, hè? Die ga ik voorlezen. Ja. Hallo allemaal. Hallo. Luca, kijk eens wat een mooie naam. Arjen. Alicia, Arjen. Alicia. Zullen we gaan voorlezen? Ja. Een huis voor Harry. Een huis voor Harry. Kennen jullie hem of niet? Ja. Zo heet die kat. Harry is een kat. En Harry maakt heel veel avonturen mee. Harry woont in een heel mooi huis. Zie je dat? Ja. En hij vraagt aan Vera is de vlinder, zullen we tikkertje spelen? Vandaag was er een meneer op school en die ging voorlezen. Hoe vond jij dat? Leuk. Ja. Wat gebeurde er in het verhaal van die meneer, wat hij voorlas? Harry die was de weg kwijt. Zo. En heeft Harry de weg teruggevonden? Ja. Dat was wel fijn, hè? Ja. Heb jij zelf ook een huisdier? Ja. En hoe heet hij dan? Reus. En wat is Reus? Is dat een konijn of een kat? Een hond. En is die hond lief? Ja. Dan gaat hij kapot, hè? Zie je dat? Dus dat is ook niet echt handig voor Harry. Ja, dan zit hij net zo lekker zin en dan gaat hij helemaal omlaag. Ja, dan gaat hij helemaal omlaag. En jij hebt vandaag ook geluisterd naar het verhaal. Vond jij het een leuk verhaal? Ja, heel leuk. En wat was Harry? Wat was dat voor een beest? Een kat. En wat ging er allemaal gebeuren met hem? Hij was de weg kwijt. Oei, en waar is hij allemaal wel niet geweest? Door het park. En heeft hij de weg ook weer teruggevonden? Ja. En wie heeft hem de weg gewezen? De katten. We hebben allemaal onze naam op een wereldboomtas gezet. Oh, wat leuk. Zodat het boek straks in de wereldboomtas kan. En u de tas leuk. Mooi kunt showen in het gemeentehuis. Is dat jouw naam? Dankjewel, Evie. En dan doen we ook nog even een applaus. Dankjewel. Hoe was het om vandaag op de Wereldboom te mogen zijn en daar te mogen voorlezen? Ja, hartstikke leuk. En de Wereldboom is ook mijn oude school. Het is een fusieschool van de Triangel en de Radboud. Ik heb vroeger zelf altijd op de Radboud gezeten. En dan is het heel leuk om even op je oude school terug te zijn. Om voor te lezen in de week van het voorlezen, hè, het voorleesontbijt. Ja, want hoe vond je het om die kinderen voor te lezen? Ja, heel erg leuk. Heel enthousiast. Ja, allemaal heel erg druk en hoe moet ik dat zeggen, enthousiast reageren. En het is zo leuk om te doen, omdat ja, kinderen zijn heel erg onbevangen wat dat betreft. En dat is heel leuk om dan een verhaaltje te mogen vertellen over een kat die zijn huis kwijtraakt. En uiteindelijk komt het in dit soort verhalen altijd weer goed.